Als één onderwerp in de gemeente Zuidplas altijd een onderwerp van discussie is, dan is het de OZB. Leendert, afgelopen jaar heb ik jou een beetje de rekenmeester genoemd van Zuidplas, van de gemeenteraad. Je hebt diverse keren gezegd, de Rio kan omlaag, dit kan omlaag, dit kan anders. Nu zijn deze week de OZB-aanslagen in de brievenbus gevallen en direct de collega's van de ChristenUnie SGP vragen aan het stellen. Jij gaf daar een reactie op. Want? Nou ja, kijk, ChristenUnie SGP stelt de systematiek van de WOZ-waardebepaling ter discussie. En ik denk dat ze daar op zichzelf een punt hebben. Het is ook altijd reden voor discussie en dat zie je ook in het aantal bezwaarschriften wat jaarlijks wordt ontvangen. En ook geld kost, wat binnen diezelfde OZB-pot moet worden bekostigd. Het is voer voor discussie en ja, wij hebben bij de najaarsnota mede om die reden gepleit voor herziening van de lokale lasten. Ja, je hebt toen voorgesteld zogenaamd een ingezetene belasting. Dat betekent dat eigenlijk iedereen een beetje kreeg, weinig steun in de gemeenteraad voor het onderwerp. Ja, nou had ik ook wel verwacht dat ik niet meteen alle handen op elkaar zou krijgen, dus dat verbaasde me in die zin niet. Kijk, een ingezeten heffing, of het dan een gelijk bedrag per huishouden moet zijn, of dat je daar op een bepaalde manier ook differentiatie inzet, dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Het is een alternatief wat ter vervanging van de OZB zou kunnen. Er is een discussie geweest in de gemeenteraad op initiatief van raadslid Karreman. En dat noemde die ingezetene belasting. En volgens mij was u het daar niet helemaal eens met meneer Karreman. Nou, ingezetene belasting ben ik het daarmee eens. Kijk, ik heb meer het idee dat het zeg maar een. Het is een soort dingetje van hem, een hobby of wat. Kijk, het is op dit moment niet aan de orde. Ik kijk liever naar van wat op dit moment qua belastingen aan de hand is voor onze inwoners en bedrijven in Zuidplas. De ingezetene belasting staat niet in het verkiezingsprogramma van de VVD. Dus we zullen de komende jaren gewoon met OZB te maken blijven hebben. Dus daar kijk ik dan liever naar. Ja, en dan over de OZB gesproken. Hij zou gelijk blijven, de kosten voor de bewoners zou gelijk blijven. Maar we horen toch hele wisselende signalen betreffende zeg maar, vooral de waarde van de woningen. Ja, dat klopt. We zitten natuurlijk in een sterk stijgende huizenmarkt. Dus de woningen stijgen misschien met 10%. Het systeem werkt dan zo dat de tarief eerst met 10% omlaag gaat. Dan betaal je dus evenveel belasting. Nou, vervolgens kan daar dan nog een index op gaan. Maar wat je nu ziet is dat sommige misschien wel 10-20% waardestijging hebben en andere niet of nauwelijks. En dat betekent dat die prijs, dat er een groot verschil kan zijn tussen de een of de andere straat. Daarvan willen wij gewoon goed weten hoe dat precies zit. Heft zich dat vanzelf op omdat dan volgend jaar een inhaalslag is? Of kan daar gewoon toch door het systeem van boswaardebepalingen misschien nog iets zitten wat de gemeente gewoon veel beter kan doen. Verwacht u veel bezwaren? Dat weet ik niet. Ik denk, laat ik zo zeggen, onze vraag is niet een oproep om allemaal bezwaren in te gaan dienen. Maar wij willen gewoon wel, zeg maar, als raadsleden, ChristenUnie SGP, gewoon, laten we zeggen, gewoon goed controleren van werkt dit systeem zoals het bedoeld is. Ja, oké. Afgelopen jaar is hij fors gestegen in diverse punten in Zuidplas. Ja, maar het is een misvatting om te denken dat als de WOZ-waarde stijgt, dat je ook meer OZB gaat betalen. Gemeentes die begroten een totale OZB-opbrengst en die zetten ze af tegen de gemiddelde WOZ-waarde en daar rolt dan een tarief uit. Ja. Dus op het moment dat alle woningen in WOZ-waarde 10% zouden stijgen en de gemeente blijft de OZB-opbrengst op dezelfde opbrengst begroten, en dan zou je zien dat de OZB niet zal stijgen. Is dat ook gebeurd dit jaar in Zuidplas? Nee, dit jaar is de OZB wel gestegen. De totale woonlasten stijgen gemiddeld 1,4%. En daarmee hebben we het binnen gemeente Zuidplas landelijk gezien echt heel goed gedaan. Ik heb eigenlijk vragen gesteld met name over de precariobelasting. Precariobelasting wordt afgeschaft. Bedrijven met kabels en leidingen in de grond, dus nutsbedrijven, die betalen op dit moment 2 miljoen belasting aan de gemeente Zuidplas ieder jaar. Ja. Vanaf volgend jaar mag dat niet meer. Nou, dat is ongeveer 100 euro per adres. Dus dat is best fors wat die bedrijven minder moeten betalen. En mijn belangrijkste vraag is eigenlijk van, wat gaan de inwoners en ondernemers van Zuidplas daarvan terugzien? Wordt dat ook teruggegeven? Ja, want eigenlijk wat je zegt, 2 miljoen minder inkomsten,
een begroting die gemaakt is, moet dat misschien ook weer hoge belastingen op gaan geven voor inwoners en bedrijven. Ja, de gemeente heeft nu voor ongeveer een kwart van dat bedrag, dus voor 25%. Dus hebben ze al belastingverhogingen zeg maar, ingerekend. Mm-hmm. Maar die andere 75%, het zou zonde zijn als dat zeg maar, in de zakken van de kabelbedrijven verdwijnt. Want ja, zij missen straks die kosten. En alle gemeentes in Nederland gaan die precario belasting afschaffen. Dat is gewoon een wettelijke plicht. Dus de Lianders en dat soort bedrijven die gaan honderden miljoenen besparen vanaf volgend jaar. Ja, en Dunea weet ik, die zet het op de rekening. Die zegt gewoon van per gemeente dadelijk zoveel. U als inwoner van die gemeente, met dat tarief betaal ik dat bedrag. Zullen ze dat gaan afschaffen bij Dunea? Daar gaan wij wel vanuit. Maar dat is ook een checkvraag die wij nog dus nu aan het college hebben gesteld. Van, kunnen jullie dat ook garanderen? Is daar een harde afspraak over gemaakt met Dunea? Of worden de inwoners straks geconfronteerd met een belastingverhoging? Omdat het wel op de OZB-aanslag komt en bij Dunea niet van het vastrecht afgaat. Ja. Ja. Hey, ander onderwerp van discussie zijn de riolrechten. Die zijn de afgelopen jaar fors omlaag gegaan. Van 258 naar 210. Maar ik met mijn gezin betaal 210 euro. Ik weet bijvoorbeeld een vleesverwerkend bedrijf die in 10 minuten hetzelfde van water het riool instort dat ik in een heel jaar doe, moet ook 210 euro betalen. Is dat eerlijk? Ja, wat is eerlijk? Kijk, op het eerste gezicht zou je zeggen hè, dat hoe meer je door het riool laat gaan, hoe meer je zou moeten betalen. Tegelijkertijd is natuurlijk het afvoeren van water door het riool maar een beperkt deel wat uit de rioolheffing wordt bekostigd. Het gaat ook over de infrastructuur van de rioleringen. Het gaat ook over het grondwaterpeil. Dus in die zin zit er eigenlijk een heel groot vast component in. En de bedrijven wat je aanhaalt, die betalen natuurlijk veel meer aan zuiveringsheffing. Oké, dus eigenlijk zeg je het heeft geen toegevoegde waarde om dat bij bedrijven in rekening te brengen. Dat je gisteren zei al op de sociale media, dan krijg je nog meer administratieve lasten. Dus eigenlijk nog meer paarse krokodillen in plaats van een oplossing en een eerlijke verdeling. Nou ja, kijk, je kan natuurlijk differentiatie toepassen, maar iedere differentiatie zal leiden tot hogere facturatie en inningskosten. Wat uit diezelfde opbrengst moet worden betaald. Dus span je het paard dan niet achter de wagen. Ja. Kijk, feit is dat, dat bedrijven via de vervuilingseenheden aan het waterschap al veel meer betalen dan huishoudens. Dus volgens mij wordt die differentiatie al voldoende toegepast. Okay. Dankjewel voor je tijd en voor je uitleg. En ja, het zullen weer leuke tijden worden over de belasting, want dat is altijd een discussie in Zuidplas. Dat denk ik ook, graag gedaan. Yep.